past us the foremost aren't believing, second guessing. Afraid to invite me over cause they're scared of competition. These actions speak louder than words, that's why I bust down the door and make an entrance before I voice my opinions. Hi, welkom bij Sportja. Ik ben Niels van der Klauw, eigenaar van Sportja. En we gaan het vandaag hebben over de basis van voeding. Wij hanteren eigenlijk een aantal standaard regels of standaard richtlijnen voor het begeleiden van sporters omtrent voeding. En dat is eigenlijk echt om de basis gewoon goed te krijgen. Je kan trainen wat je wil, maar als je voeding en vooral de basis van voeding niet goed is, dan herstel je dus ook minder goed, zal je minder progressie zien, zal je ook minder fit voelen en zal je dus ook langer bijvoorbeeld spierpijn kunnen hebben, dat soort dingen. Dus je wil echt een aantal factoren, waaronder voeding en rust, wil je echt goed zetten zodat je optimaal kan herstellen van je training. We gaan beginnen met de regels. De eerste regel, het is eigenlijk vrij simpel en wellicht voor de hand liggend, maar misschien iets wat niet heel veel mensen doen, dat is eet wat je lekker vindt. Waarom is dit zo belangrijk? Dit is belangrijk omdat je een manier moet vinden waarop je kan eten wat voor jou prettig is. Op die manier kan je het dus lange tijd volhouden en is het niet een dieet, maar is het gewoon een aanpassing van hoe jij eet. Dus als jij het lekker vindt, dan zal je nooit met tegenzin eten en dan vind je het ook niet erg om dat week in week uit te gaan eten. Dus dit is heel erg belangrijk. Veel mensen zeggen van ja, bijvoorbeeld spinazie. Spinazie is hartstikke gezond, er zit ijzer in, vitamines, bla bla bla. Maar ik vind het niet lekker, maar het is gezond, dus hè, ik eet het toch maar. Oké, mocht je heel veel discipline hebben, kan je dat doen. Sommige mensen proberen het nog wat chiller te maken door een smoothie te doen of door een salade of wat dan ook. Maar op het moment dat je het niet lekker vindt, dan zal het altijd gewoon een klein negatief moment zijn, altijd een drempel te zijn om het te gaan eten. Dus eet vooral wat je lekker vindt. Ik zei het net al, eet ook wat je gezond vindt, dus eet wat gezond is. Als je gaat kijken, vooral bijvoorbeeld naar fruit en groenten, er zijn heel veel verschillende soorten fruit en groentes. Waarom zou je dan iets gaan eten wat je niet lekker vindt, ondanks dat het gezond is? Als je misschien wel letterlijk 100 alternatieven hebt, waarom zou je het jezelf moeilijk maken door iets te kiezen wat gezond is, maar je niet lekker vindt? Dus als je spinazie niet lekker vindt, neem dan een andere bladgroente. Kijk bijvoorbeeld naar pak soi, dat is voor mij ook een bladgroente. Maar je kan ook zeggen van oké, prima, spinazie vind ik niet chill, bladgroentes vind ik niet chill. Ga dan soorten kool eten, Chinese kool bijvoorbeeld, hartstikke gezond ook. Maar je kan ook kijken naar bonen, je kan kijken naar broccoli, bloemkool, dat soort dingen. Dus ga kijken wat jij lekker vindt en wat gezond is. Die twee moet je altijd combineren. Op die manier ga je eten op een manier die jij prettig vindt. En dan kan het best zijn dat het in een bepaalde dieetstroming valt. Dat zou best kunnen. Maar dat maakt niet uit, want jij eet lekker en jij hebt een manier gevonden om het op de lange termijn haalbaar en houdbaar te houden ook. En dat je niet elke keer toch iets wil gaan snoepen of iets wil gaan eten wat misschien niet zo goed voor je is. Dan is eigenlijk de derde, is eet naar behoefte. Waarom is dit belangrijk? Ook al eet je wat je lekker vindt en eet je wat gezond is, op het moment dat jij te veel gaat eten, ga je aankomen. Op het moment dat jij te weinig gaat eten, ga je afvallen. Stel je zou bijvoorbeeld alleen maar groente en fruit eten, dat is allemaal super gezond, maar daarvan ga je, heel extreem gezegd, 8000 calorieën eten. Terwijl je eigenlijk maar 2500 calorieën mag eten. Dan ga je dus bijna 3 keer zoveel ga je eten. Dus dan ga je aankomen. Dus je moet bepalen wat jouw energiebehoefte is. Dus je energiebehoefte, dat noemen we onderhoud. En onderhoud is eigenlijk wat jij nodig hebt qua voeding om de dag door te komen en gedurende de dag ben je natuurlijk aan het werk, je bent aan het sporten, je moet ergens naartoe fietsen. Al dat soort dingen wordt allemaal bij elkaar opgeteld. En dat kost allemaal energie. En dat is dus eigenlijk je energiebehoefte. En dat wordt dus vertaald naar je onderhoud. Er zijn allemaal formules voor. Formules die gaan we niet hier uitschrijven. Maar we gaan een link geven naar een website waar verschillende formules staan. Je kan ze alle drie uitrekenen. Maar je kan er ook 1 of 2 kiezen. Ze zitten redelijk dicht bij elkaar qua foutmarge. Maar dit is wat je dus gaat berekenen. Dit is je onderhoud. Nou, dan zal ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben een man, ik ben ongeveer 94 kilo en ik sport
drie keer per week. Dit zijn een aantal basisfactoren die gebruikt worden in de formule. Dus als ik dit mee ga nemen in mijn schatting, dan komt mijn onderhoud ongeveer op 3000 calorieën uit. Waarschijnlijk, give or take. Dus als ik niet wil aankomen, iets wil afvallen, moet ik dit gaan eten. Op het moment dat ik wil aankomen, moet ik meer gaan eten. Dus dan moet ik hier naartoe. Op het moment dat ik wil aankomen, moet ik erboven gaan zitten. Dus je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om 10% erboven te gaan zitten. Stel je wil afvallen, dan moet je dus minder gaan eten. Dan kan je dus ook ervoor kiezen om 10% eronder te gaan zitten. Op deze manier kan je dus zorgen dat jij eet naar je doelstelling. Dus dit is het hedonistische gedeelte, eet wat je lekker vindt. Dit is het gezonde gedeelte, gericht op je algehele gezondheid en op het herstel van je trainingen. En dit is onder andere op basis van hoe vaak je sport, hoe zwaar je weegt, dus wat je nodig hebt. En dus ook op basis van je doelstelling. Op het moment dat jij wil afvallen, dan moet je dus minder eten. Zit je op een goed gewicht, dan kan je hierop zitten, wil je aankomen, dan moet je meer gaan eten dan je nodig hebt. Op het moment dat jij deze drie regels gaat volgen, dan heb je eigenlijk al voor 90% je resultaat. En dan kan je nog heel veel dingen aanpassen. Je kan het hebben over timing van voeding, het combineren van voeding. Je kan het hebben over bepaalde vitamines en mineralen, meer of minder eten. Vooral meer eten. Maar dit is echt 90% van je voeding. Op het moment dat jij dit in orde hebt, hoef je eigenlijk nooit meer op dieet. Dit is ook het punt eigenlijk wat alle diëten gemeen hebben. Dat is eigenlijk dit gedeelte. Elk dieet werkt of werkt niet op het moment dat je er niet goed aan houdt. Maar elk dieet werkt op het moment dat jij onbewust dit aan het doen bent. Dus een dieet zegt, oké, als je wil afvallen, dan moet je minder gaan eten. Dus dan gaat het dieet, dat richt zich erop dat jij minder gaat eten. Maar dat jij wil aankomen, gaat het dieet erop richten dat jij meer gaat eten. Dus of je nou Atkinson's doet, of je nou low carb doet, paleo doet, whatever. Dit is gewoon het allerbelangrijkste. Dit hele stuk, met name dit voor aankomen en afvallen. En met name dit om het op lange termijn leuk en gezond te houden. De link naar de formules komt hieronder te staan. Of hierboven op Facebook. Ga ermee aan de slag. Mocht je er niet uitkomen, stuur ons een berichtje. Dan helpen we je graag. Succes! Hoi, welkom. Ik ben Niels. Sultan van Sportja. En we gaan het vandaag hebben over voeding. Over lekker eten. En farten na het eten. Farten tijdens het eten. First and foremost, I don't believe in second guessing. I'm free to invite over because I'm scared of competition. These actions speak louder than words. That's why I bust down the door and make an inch.